Champstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champstalk. Ballin 30, tegenwoordig ook een vechter. Hoe gaat het met je, man? Ja, gaat heel goed, man, broeder. Dankjewel, man. Met jou ook goed? Ja, lekker, man, bro. We zagen hier net de stare down doen, dus het vechten gaat echt zitten. Het gaat eraan komen. Ik kom voor Seppa, want hij was ook bij mij gevecht. Want ik deed illegale hoedfights. Maar ik zocht een tegenstander. Heb ik ook op internet laten weten, op social media. Maar geen rapper waarmee ik vroeger een probleem had of een influencer durfde tegen mij. Dus ik ben daar. En ik hoor opeens, ik hoor hem roepen van er zijn rappers, dit en dat en bla bla bla. En toen wist ik al hoe laat het was. Dus ben ik gelijk in die ring gegaan. Ja. Weet je, en voor de rest heb ik hem ook bedankt. Ik heb hem gezegd, mooie fight. En ik ga dit met jou doen. Dus hebben we die ster dan gelijk gedaan. Dus ja, man. Je hebt bij die hoedfights heb je inderdaad echt je hart laten weten, man. Je hebt je hart echt laten weten in die hoedfights. We zagen echt van waar je vandaan kwam. Je hebt niet gewonnen, maar je hebt ook niet verloren, bro. Kijk, broeder, weet je wat het is? De verhaal wat erachter zit, dat weet iedereen weet het nu, weet je? Deze man woog 135 kilo. Ik weeg 80 kilo. Ik heb 4 rondes met iemand volgehouden die 10 jaar techniek heeft. Dus dat zegt genoeg over de persoon wie ik ben. Snap je? Dus dat hij mij uitdaagt nu, vind ik, je weet toch? Ik vind het tof, man. Zou wij de durven hier in de kooi? Broer. Ik heb me eerder in die kooi gezet, dus in deze kooi durf ik me ook in te zetten. Dit is wat professioneler. Toevallig mijn trainer staat daar en ik had het met hem erover vandaag. Van, hé bro, we moeten dit weer gaan doen. Alleen we moeten even gaan trainen, weet je. En dan komt het wel weer goed, man. En nu over je muziek. Gaan er nog nieuwe nummers komen? Ja, broer. Nu ben ik weer uitgedaagd. Nu gaan we focussen weer op dit, weet je. Ja. Want rapcarrière en vechtcarrière moet je... Dus ik ga even kijken, man, bro, wat is allemaal, snap je? Maar album komt eraan binnen, sowieso deze zomer. Clip komt ook eraan. En daarna gaan we gewoon vechten, daarna gaan we weer klaar met die muziek. Ja, wij kunnen niet wachten om dit allemaal mee te maken, man. Volg Balling 30 op Instagram, op zijn socials. Wil je nog shout-outs geven, bro? Wat zeg je, broeder? Wil je nog shout-outs geven, mensen bedanken? Ik wil shout-outs geven naar alle trainers. Ik heb 5 trainers, shout-out naar jullie. Shout-out naar mijn fans, voor alle support. Ook al heb ik verloren in mijn vorige kooi gevecht in de 4e ronde. Nog steeds zo jullie mijn love, nog steeds zijn jullie achter mij. Nu ben ik weer uitgedaagd door iemand, ja, door de tegenstander van mijn maat, die Seppa. We laten het lukken, ja. We backen niet van niemand. We houden het ook vriendschappelijk. Ik wil een grote shout-out aan jou geven, bro. Bedankt voor deze interview. Dankjewel, en veel succes in de toekomst. Ja, maar dankjewel. Champstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champstalk, voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champstalk.